We zijn weer in Zelhem. Peter gaat de draad nog iets lager hangen. En je ziet, schouder aan schouder, dat zien we graag. Dit is het vorige vak. Ja, gewoon heel goed gegeten en vertrapt. Ik denk dat het een hele goede verhouding is van eten en vertrappen. Daar staat bijvoorbeeld nog een borstje wat niet gegeten is. Je ziet hoe lang het is. Ik ga nog even iets dichterbij. Even kijken hoe ze grazen. Dit is de drone van Jonathan. Maar hier zie je gewoon hoe ze eten. Gewoon dat lange gras eten ze goed. Ik vind het leuk om te zien dat ze schouder aan schouder staan, want dat lijkt me heel natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook dat ze helemaal door elkaar heen staan. Maar zo grazen ze het ook gewoon echt goed los. Je ziet dat die neus altijd op de grond is. Dus ze eten helemaal niet dat hoge gras, maar ze beginnen gewoon onderop. Er staan hier ook veel klavers. Daar ben ik ook echt blij mee. En allemaal kamillen. Net zoals de vorige keer. Kennelijk hebben ze wel honger dat ze meteen... Kijk, we kwamen een half uur geleden. En dan zien ze ons meteen aankomen. Vanaf dat moment gaan ze niet meer grazen. Ja, dat is toch leuk zo'n ding. Echt wel een gaaf ding hoor. Je ziet ook dat deze lang niet zo groot zijn als in Oud-Aden. Ik zag niet welke koe het als eerste er doorheen ging. Zie je ook de prachtige omgeving hier. Dit is een terrein van Staatsbosbeheer. Die liggen hier heel, heel landelijk. Hij is een beetje open. Dit wordt straks gemaaid. Ja, we kunnen eigenlijk alweer terug, hè. Eigenlijk zouden we zo volgens mij de hoek om kunnen. En weer hetzelfde. Maar dan zitten we met 11 koeien op 2,5 hectare. Dat zou toch geweldig zijn. Ik ben blij.